Welkom bij weer een nieuwe winterse aflevering van Diabetes TV. Ik ben vandaag afgereisd naar Amsterdam, waar ik in gesprek ga over het DINO-onderzoek. En wat dat precies is, daar gaan we nu achterkomen. DINO staat voor Diabetes in Ontwikkeling. Dat betekent dat wij kinderen over de puberteit heen volgen voor 4 jaar. Waarbij we kijken naar hun biologische ontwikkeling, de psychologische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling, dus de ontwikkeling van het brein. Waar we nu naar gekeken hebben is die ontwikkeling van het brein. Van, als kinderen zich over de tijd heen ontwikkelen, heeft dat dan invloed op je diabetes? Juist al die taken als het oplossen van problemen, je aandacht ergens bij houden. Bijvoorbeeld eraan denken, ik moet mijn diabetespullen meenemen als ik wegga. Kunnen plannen van je dag. Heeft natuurlijk heel veel te maken met het zorgen voor je diabetes. Ja. En tijdens de puberteit ga je dat natuurlijk steeds meer zelf doen. En als ouder ga je toch, probeer je iets meer je terug te trekken. En wat we nu ontdekt hebben, is dat als we kijken naar de ontwikkeling van het brein. En daarbij kijken van, wie doet nou wat voor de diabetes? Dus doe je als ouders nog heel erg veel of als kind eigenlijk alles zelf? Dan zien we dat als je als kind alles zelf doet, of heel veel zelf doet, en daarbij als je brein dus nog niet zo ver ontwikkeld is als zou kunnen, dat een negatief effect heeft op je HbA1c. Dus dat je een slechter HbA1c hebt. Dus dan is het, je wil wel zelf voor je diabetes zorgen, maar eigenlijk is je brein nog niet zo ver. Je brein is er nog niet klaar voor. Nee, en dat is ook wel eigenlijk het interessante. Je brein blijft totdat je een jaar of 25 bent, zich daarin verbeteren, dus in ontwikkelen. Is dit ook meetbaar echt bij, voor andere jongeren? Er zijn allerlei verschillende testjes voor om te kijken van hoe is het met je ontwikkeling van je brein. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat we zagen in de groep kinderen die met diabetes die we nu volgden, dat ze het niet slechter deden dan kinderen zonder diabetes, om het zo maar even te zeggen. Je ziet alleen wat je net heel goed zegt, van als je brein gewoon nog niet zo ver is, dan is het gewoon lastiger. En er zijn vragenlijsten voor. Dus dan kan je kijken hoe ver ben je in ontwikkeling? Waar heb je nog hulp nodig? Dat is denk ik vooral het belangrijkste. Waar kan je nog ondersteuning gebruiken? Wat je wel zelf al heel goed kan doen binnen het gezin, is kijken van wie is nou waar verantwoordelijk voor. Als kinderen bijna alles zelf moeten doen, heb je de slechtste uitkomsten. Dus je kan natuurlijk in het gezin zelf als ouder als ouders en kinderen bij elkaar gaan zitten van wie doet wat voor de diabetes? Ja. En zijn we het daar ook over eens? Want het kan natuurlijk best zijn dat je als moeder denkt, een zoon of dochter, die denkt er wel aan om de dokter te bellen voor een nieuwe afspraak. Mm. Terwijl je als zoon of dochter denkt, dat doet mijn moeder wel. Ja, het belangrijkste, en dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het vaak niet, is erover blijven praten. Dus bijvoorbeeld het inplannen van iedere week even samen om tafel gaan zitten. Van hoe vinden we dat het gaat? Zonder ook beschuldigend te worden naar elkaar toe. Wat jij ook al heel mooi zei. Misschien is het brein er nog niet helemaal klaar voor. Dus als puber, je wilt het wel, maar het lukt gewoon niet altijd. Ja. En dat gaat ook met ups en downs. Dus ik denk dat dat heel goed is om je dat te realiseren en dan gewoon in gesprek te gaan van wat lukt wel en wat lukt niet. Fijn dat er inderdaad nieuwe ontwikkelingen zijn en fijn denk ik ook voor ouders om te weten dat je het HbA1c op die manier wel enigszins kunt beïnvloeden door er gewoon nog te zijn voor je kind. Ja, dat voor is je gewoon kind, heel goed. Ja, heb jij als ouder hier nu ook vragen over? Hè? De ervaring leert ook wel dat het fijn is om die ervaringen te delen. Dan wel met je diabetes team, maar ook misschien met andere ouders. Wil je er eens reageren op deze video? Laat dan even een reactie achter op www.diabetestype1.nl. En abonneer je ook op het YouTube kanaal Diabetes Nieuws om meer van deze ontwikkelingen te volgen. Maartje, dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Voor jullie tot de volgende keer. Dag. Dag.